Hollandse wolkenluchten. De Leidse schilder Jan van Gooyen heeft er vele op zijn naam staan. Een uitgebreide collectie van deze 17e-eeuwse landschapsschilder was in Museum de Lakenhal altijd al te bewonderen. Deze week is daar nog een uitzonderlijk werk aan toegevoegd. We zien gezicht op huis Rauwkoop, aan de Vliet bij Voorschoten, volledig. En we zien in het midden dat huis, huis Rauwkoop. En daar op de voorgrond, daar zien we die drie figuren in het midden. Dat is de familie van der Nat, die er in de 17e eeuw, toen dit schilderij gemaakt werd, woonde. En het is dus ook heel waarschijnlijk dat het werk in opdracht van die familie is gemaakt. Omdat Van Gooyen normaal gesproken eigenlijk niet zulke prominente figuren op zijn schilderijen schilderde. Echt, er ging het echt op het landschap en hier zijn zij ook best wel belangrijk. Dus we denken dat dat dus inderdaad in opdracht is gegaan van deze familie van der Nat. Een Leidse patriciersfamilie, rijke familie. En die woonde dus in dat huis. Is huis Rauwkoop een aanwinst voor het museum? We vragen het aan de eerste bezoekers. Zo'n eerste indruk kan van oh zijn. En dan kan dat tot teleurstellingen leiden natuurlijk. Het kan ook zijn dat je het meteen raak hebt. Zeg, dat is het. Maar dit lijkt me schilderijen waar je nog eens langs moet lopen. En dan nog eens een keer kijken en nog eens een keer kijken. Dat schilderij wat daar nu hangt, wat het bijzondere is, is dat het in wat betreft de kleur en wat betreft de uitstraling niet helemaal typisch een Van Gooyen is. Het is wat helderder dan we van Van Gooyen gewend zijn. Die schilderijen, zoals je ziet, zijn heel eenkleurig, zijn heel monochroom, zoals we dat noemen. Dit schilderij is veel levendiger met dat roze huis daar links en die koeien. Dat is op zichzelf leuk en het is ook lekker druk. Dat zie je ook niet zo vaak bij Van Gooyen. Ik heb begrepen dat er ook heel lang aan gerestaureerd is. Het ziet er ook heel mooi uit. En het hangt hier natuurlijk prachtig, zo ruim. Ja, dat is het wel ongeveer. Ik ben er wel speciaal voor gekomen. En dat is de moeite waard, moet ik zeggen. De Lakenhal is al meer dan 10 jaar in het bezit van het schilderij. Echter kon het nu pas worden tentoongesteld. Nou, de restauratie zelf heeft 1 maand geduurd, dus dat valt reuze mee. Maar het schilderij is in 2002 geschonken aan het museum via de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed. Maar de Rijksdienst heeft heel veel schilderijen die gerestaureerd moesten worden. Dus eigenlijk stond hij meer dan 10 jaar op de wachtlijst om gerestaureerd te worden. En nu het uiteindelijk dan toch gebeurd is, was het eigenlijk in 1 maand geklaard. En er is nog een pronkstuk te bezichtigen. Kun je daar iets over vertellen? Ja. Dat is de bokaal van de winterkoningin. Ze is 1 meter hoog, die bokaal, van verguld zilver, heel imposant. En die is heel lang ook in het depot gebleven en nu ook weer gerestaureerd. En schittert weer als nooit tevoren en weer voor het publiek te zien. Dus. Al gaat de meeste bezoekers aandacht toch uit naar dit pronkstuk.